Eind november kwamen scholieren uit Nijmegen bij elkaar voor de aftrap van de campagne Lezen met Sterren. De actie is bedoeld om scholieren aan het lezen te krijgen. De sterren Marley van der Velde, Jess R. en Dennis Wening kozen één boek die de jongeren afgelopen weken moesten lezen. Vrijdag kwam de club weer bij elkaar om het boek te bespreken in de bibliotheek in Nijmegen. Sommige jongeren waren wel aan het lezen te krijgen, sommige echter niet. Ja, dan krijg je een titel, krijg je een boek mee naar huis, ga je het lezen. Nee. Hey, sorry boy, ik heb ervan genoten. Ik ook. Dat was echt een, ik was hartverscheurend, maar ook, mijn hart raakte ook weer helemaal vol van veel liefde, oorlog, maar voor mij was het van liefde overwint alles. Wat vonden jullie van het boek? Saai. Vertel, waarom? Langzaam begint. Jullie vonden het boek wel goed, niet goed? Ja, ik vond het wel. Ja, omdat ik weet, het was wel spannend en het is niet echt iets waar je heel dagelijks over mee in contact bent, zeg maar, waar je heel veel over weet of zo. Dus. Deze campagne werd georganiseerd door Literair Productiehuis Wintertuin, Bibliotheek Gelderland Zuid en Selexis. Er ligt een plan om Lezen met Sterren ook in andere steden te organiseren. Ja, okay. Applaus voor jezelf!